At 8 o'clock, in the small hot dressing room behind the arena, Walter moves into the last 2 hours of preparation. In these hours, he can feel his body tightening, but it's a tightness that does not come from lack of confidence. It's the pressure of the last waiting here in a place where the walls are so close, a man can barely move his body around. If only the fight would come, then everything else will not be so bad. Not really bad at all. Jamstar, als je knokken niet meer krijgt uit je kop. Jamstar, ouwe hoeren zonder rem op de klok. Jamstar, voor mijn strijders en mijn vechters pas zinnen. Ga lekker zitten en laten we beginnen met de Jamstar. Assalamu alaikum, strijders en vechtersbazinnen. Welkom bij alweer een gloednieuwe episode van Jamstalk. Nu je er toch bent, geef de video even een duimpje omhoog. Abonneer je ook direct even op dit kanaal. En check ook even onze homepage. Daar tref je een link naar de crowdfunding van mijn dierbare broeder Halid Isik. Die in strijd is tegen de ziekte van MS. Ons dank is groot. Alright. Vandaag heb ik een special guest in de uitzending. Een legende. Een wereldkampioen. Meervoudig Nederlands kampioen boksen. Daarnaast is hij ook filmmaker, personal trainer, vader, mijn ex-coach Don Diego Poeder. Yo, what up Don? Welkom bij Jamstalk. Welkom man. Goed om jou te zien man. Thanks. Ja. Doe best. Hey, ik wil van alles weten over je. Ik heb me een beetje voorbereid, een paar toffe vragen voor jou op een rijtje gezet. Heel goed. Voordat we er wat dieper op ingaan, heb ik 10 stellingen voor jou. En dan moet je kiezen tussen het een of het ander. Er is geen gulden middenweg. Oké. Okay. Ga maar best in. Ben je er ready voor? Yes. Oké, komt ie. De eerste. Filmmaker of bokser? Ja, toch wel boksen. Ja, David Lynch of Stanley Kubrick? Stanley Kubrick. Ja, oké. Okay. Mike Tyson of Muhammad Ali? Mike Tyson. Ja, toch wel. Vraag 4. De sofa of ouderwets gemeen? Ouderwets gemeen. Rico of Badder? Rico. daar wil ik straks meer over weten. Defense or offense? Offense. Sylvester Stallone of Arnold Schwarzenegger? Ja, Sylvester Stallone natuurlijk. Stelling 8. Rotti of stampot? Rotti. Rotti. Buiten rennen of binnen sparren? Oh, ja, die is moeilijk. Ik ga zeggen binnen sparren, maar ik krijg daar ook wel uitleg. Ik kan uitleg geven zo meteen. Oké, cool. Ja, dan zeg ik binnen sparren. De laatste, Anthony Joshua of Tyson Fury? Die is wel moeilijk. Ik vind ze allebei heel goed. Even kijken. Ja, dan ga ik toch wel voor Anthony Joshua. Ja. Laten we daar gelijk mee beginnen. Waarom? Yes. Één ding is wel heel tof om te zeggen. We hebben één gezamenlijke tegenstander. En dat is Vladimir Klitschko. Dus ik heb tegen Vladimir gebokst als amateur. Heb ik hem in de tweede ronde tegen knock-out geslagen. Dus dat is wel tof natuurlijk. All-time legend Klitschko, hè? Lang geheerst in de heavyweight division. Leuk om te weten. Dus jij geeft de voorkeur aan Anthony Joshua. Ja, absoluut. Hey, buiten rennen of binnen sparren? Vertel. Nou, weet je wat het is? Boksen zonder rennen gaat niet. Weet je wel? En ik moet wel zeggen van...
sparren altijd, het liefst wel. Maar je moet een conditie hebben. Dus dan moet ik eerst zeggen van laat me eerst even rennen. Dan moet je die conditie krijgen. Want als je gaat sparren, is het gewoon sparren. En natuurlijk, je houdt rekening met elkaar. Maar in principe is het gewoon gaan. Dus dan moet je conditie hebben. Cardio. Ja. Rotti of stamppot? Daar hoeft je niet echt lang over na te denken. Nee, rotti. Ja, stamppot vind ik ook wel lekker hoor. Maar weet je, rotti... Ja, ik zeg vet niks. Het is gewoon zo. De sofa of ouderwets gemeen zijn twee kleine minifilms van jou. Ik heb gisteren toevallig nog... Moments later. Ik val even weg. Volgens mij word je nu gebeld. Ja, ik ga het even... Shank, bel even naar mama. Zeg dat ik even een interview heb. More moments later. Mama, ik heb een interview. Maar dat ga je niet aan. Ik moet even zeggen tegen mama dat ik een interview heb. Anders zit het... Zo. Ja, oké. Okay. Jasmine. Ja, ik ben er weer. De sofa heb ik gisteren even gezien. Ja. Ik moet zeggen, voor een film die 5 minuten duurde, pet je af. Dank je. Maar de sofa heb ik alleen geschreven. En in principe wilde ik hem ook... Meanwhile. Helaas valt hij weer even weg. Dat gebeurt als je live gaat. We blijven geduldig en rustig wachten tot de champ weer terug is. Ja. Daar sorry, is ik had er doorheen gebeld, sorry. Geen probleem. Daarom wilde ik eigenlijk op de computer gaan, maar weet je, hier ben ik. Ten seconds later. Iemand moet hen, denk ik, dringend spreken. Jezus, ja, dat is onze oudste. Die is 15 en puber, hè. Hoort erbij. Hoort erbij, ik weet het. Hij moet een paar keer zeggen dat hij luistert. Ja, kom maar kijken. Ja, kom dan. Dat durft hij dan weer net niet. Dat durft hij niet. Nou, oké. Okay. Huh? Maakt niet uit. Maakt niet uit. Oké. Okay. Ja, is goed. De sofa, nou, die heb ik dus alleen geschreven. Ik wilde hem regisseren. Maar de producent die zei van ja, het is wel moeilijk regisseren, dus het lijkt me het best. Maakt niet uit, doe maar. Dus hij zei ja, ik heb een hele goede regisseur en ik zei weet je wat, je hebt gelijk. Eerst keer ga ik niet regisseren. En toen kwam ik met een dame, echt heel goed werk geleverd vind ik. En ik woon hier niet, nu woon ik in Schiedam, in die tijd woon ik in Rotterdam. En ik ben gewoon heel relaxed aan het lopen op de Main. En ik dacht van hem even, ik loop een reisbureau langs en ik dacht van hem even naar binnen kijken. En toen zag ik de producent met de regisseuse een reisboek. Toen dacht ik van, oh, weet je. Je had ook gewoon tegen me kunnen zeggen, Don, dit is mijn vriendin. En hij heeft het op die manier gespeeld. Dus ja, dat was gelijk een leermoment voor mij. Ten eerste van, nou met hem ben ik klaar. En ik ga het gewoon zelf doen. En ouderwets gemeen heb ik alles gedaan. Ik heb geschreven, geproduceerd, geregisseerd en ik heb erin gespeeld. Dus ja, eigenlijk ga ik voor die natuurlijk. Maar de sofa, er was eigenlijk een schrijfwedstrijd. Dus met andere woorden, andere mensen gaan je werk beoordelen en ze hebben het goed beoordeeld. Maar ik heb 34.000 euro ermee gewonnen. Ja, dan moet ik sowieso de sofa kiezen natuurlijk. En het was niet voor mij om die film dan te maken. Hè. Het kwam niet in mijn zak. Maar dat was een toffe ervaring. Het was mijn eerste schrijfwedstrijd en mijn eerste film. Dat was wel heel tof. Ja, ik heb de sofa gezien. Ik raad hem de kijkers ook aan om het echt eventjes te gaan YouTuben. Je kon wel duidelijk, daarom vroeg ik het ook, een stukje Stanley Kubrick erin terugzien. Ja, dan bedoelde je zeker een stukje van de dokter, dat hij naar buiten keek. De vanishing zat er een beetje in, ja. Ja, ik moet zeggen, bij de beoordeling van de film, want de eerste ronde gaan de juryleden de film lezen, het scenario lezen. En ze vonden het leuk en toen moest ik voor de tweede ronde. En ja, hoe kom je eraan, vroeg ze. Toen heb ik gezegd, ja, ik heb bijna alle boeken van Stephen King gelezen. Dus dat was mijn grootste invloed op wat ik had geschreven.
En wat je nu zegt, ja, nu, ik zie het wel wat je zegt. Dus dat vind ik ook heel tof. Maar mijn invloed op dit moment is echt bijna alles wat ik schrijf, Stephen King. Ik ben zo'n groot fan van die man. Ik heb iets van 30 boeken van hem. Ja, ik moet eerlijk bekennen, Diego, je hebt er echt talent voor. Ik hoop dat je daar in de toekomst nog meer mee gaat doen. Ik ben zelf ook echt filmliefhebber. En echt wel kritisch, dus als het crap was, had ik het je ook wel verteld. Maar het is echt tof. Dat is belangrijk, want daar haal ik... Want ik heb, nadat ik die schrijversuit had gewonnen, toen ben ik een cursus gaan volgen. En toen heb ik meegedaan, totdat ik eigenlijk wilde horen wat ik al dacht. En dat was eigenlijk van, als je film gemaakt, kan alles. Alleen, het moet wel kloppen. Weet je wel? Dus toen hij dat zei na 5-6 weken, toen heb ik gezegd, nou, dankjewel. Maar het moest nog 2 weken en ik wilde gewoon dat horen en toen was ik klaar. Toen, vanaf dat moment ben ik het zelf gaan doen. Waar ik naar benieuwd ben, hè? Diego, als bokser en ik denk ook als entertainer, voel je een bepaalde prestatiedruk? Nee, helemaal niet. Dat wilde ik je heel erg vragen. Wat voelt een bokser, laten we zeggen, een kwartier voor een hele grote wedstrijd? Ja, een kwartier ben ik gewoon klaar. Dan is het gewoon van gaan. Dan kan het gewoon niet sneller gaan. Dan, weet je wel, dan ben ik gewoon klaar. Mijn warm-up is al daar. Misschien een kwartier van tevoren doe ik nog een beetje instoten. Een klein beetje moe om toch een klein beetje even de scherpte nog meer erin te brengen. Maar voor 15 minuten voor de wedstrijd ben ik gewoon klaar om te gaan. Ja. Dus en het schrijven, ja, ik zet geen druk op mezelf. Ik schrijf wanneer ik kan en wanneer ik wil en wanneer ik iets in mijn hoofd heb. En ja, dat zijn wel 2 verschillende dingen die ik op een andere manier doe. Dat houden we in de gaten. Je had het net ook bij de stellingen, had ik Rico of Badde. Het is voor mij geen verrassing dat jij voor Rico koos. Ik zag hem ook wel eens. Nou, ik zag hem wel eens bij jou in de corner staan. Ik weet dat jij ook met hem wel eens traint. Ja. Wat is jouw band precies met Rico? Nou ja, het grappige is, op het moment dat ik terugkwam uit Amerika, heb ik even 3 jaar stilgestaan. Ik moest even ontdekken van, wat wil ik? Wat heb ik gedaan in Amerika? Wat wilde ik hier doen? Dat was ook die periode dat ik toen ben gaan schrijven. En op een gegeven moment dacht van, ja... Ik heb even de time-out genomen en heb toch iets van bijna 2000 tot 2003 niks gedaan. En toen dacht ik van ja, ik ga weer trainen. Ik dacht van even kijken hoe het voelt. En toen ben ik op de grens van Rotterdam-Schiedam heb ik een sportschooltje gevonden. En dan kwam ik Bas Duchesne tegen. En het klikt gewoon vanaf dag 1. En we werken nu nog steeds samen. En wat gebeurt er? Bas die gaat een keer ergens lesgeven, een clinic. En hij komt een jochie tegen Rico Verhoeven. En Rico zei toen al, terwijl hij nog niks had gedaan, van ja, ik word de grootste. En hij zei, nou oké, ik ga je testen. En toen bracht hij mij mee. En toen vanaf dat moment, Rico was toen 16, 17 of zo. Dus vanaf dat moment hebben wij gespart tot de eerste wedstrijd Badder Rico. Dus die connectie is er altijd. Ja, ik weet dat er onder boxers vaak een bepaalde bro-code gehanteerd wordt. Wie van de 2 vind jij de betere bokser? Als je daarover mag oordelen. Ik heb alleen tegen Rico gebokst en helaas niet tegen Badder. Dus in die zin kan ik het niet zeggen, maar ik denk wel gewoon... Alles wat Rico misschien fout kan doen in de ring, trekt hij helemaal recht met zijn conditie. Dus alles wat misschien in ronde 1 en 2 misschien niet goed loopt, ja, dat maakt hij zoveel goed op zijn conditie. Dus en dan gaat hij zien, want hij heeft zijn adem, hij heeft zijn momentum. En ook natuurlijk zijn trainers in de hoek, ja, die zijn gewoon top. Het zijn gewoon toppers. Dus op het moment dat kijk, de eerste ronde ga je kijken wat je doet. Ja, en tweede, derde, vierde, ja, dan is hij daar gewoon. En dan, dus ik ga sowieso qua boksen toch weer naar Rico. Maar dat is puur omdat ik niks van Badder weet, persoonlijk.
Nee, Barre is absoluut. Ik bedoel, 99 knockout, dat zegt genoeg. Dat zegt genoeg. Dus tuurlijk kies ik voor Rico, maar dat is puur gewoon mijn connectie met hem. Maar zo'n recordlijst ook, daar moet je gewoon respect voor hebben. Don Diego Poeder, jij bent een van de grootste sportmannen die Nederland gekend heeft. Je hebt een wereldtitel op zak en een meervoudig Nederlands kampioen geweest. Ik weet dat de Boksbond het niet toeliet dat jij volgens mij vorig jaar, 2 jaar terug, de ring weer inging. Wat vind je daarvan en zou je het zelf nog willen? Denk je dat je mee kan nog op dit niveau? Nou, weet je wat het is? Waar ik eigenlijk een beetje boos om was, is... er werd een gala georganiseerd in het topsportcentrum. En omdat er wedstrijden waren uitgevallen, want ik had me wel aangemeld van, hey jongens, ik wil boksen, het mocht niet. Nee. En toen waren de wedstrijden uitgevallen, en toen mocht ik wel. Dus maar puur omdat die organisatie in goede handen was met de Boksbond, ja, hebben ze dat geregeld. En toen had ik een dispensatie voor een jaar, dus in die jaren heb ik gebokst. En toen dacht ik van, nou, weet je, de jaar erop, mijn laatste wedstrijd wilde ik afronden met een NFC-titelgevecht. Maar ja, dat was de jaar erop. Dus ik had maar een dispensatie voor een jaar. Ja, en toen kon het opeens niet meer. Ja, weet je, dan word ik boos. Weet je wel, denk van, je kan me wel gebruiken wanneer iemand me nodig heeft en waar jullie heel goed vrienden mee zijn. Maar wanneer ik het zelf vraag en dan één wedstrijd voor een 10-ronde partij nog wel, weet je wel. En toen kon het niet, dus toen is het ook niet gebeurd. En dat was toen einde oefening met hun dan. Want ik ben wel gewoon doorgaan op een andere manier. Dat sowieso. Ja, jij mag het niet doen, volgens mij. Maar voor mij krijgen ze dan een dikke middelvinger, een Marokkaanse middelvinger zelfs. Want weet je, als Don Diego Poeder zegt dat hij zo'n rentree wil maken na zoveel jaar, dan moet je die licentie gewoon geven. Eigenlijk wel, maar ja. Maar, en op je andere vraag, ik zou heel graag weer de ring in willen kunnen gaan. Alleen een aantal dingen. Nou, het belangrijkste waarom ik... want 2 jaar geleden was mijn laatste wedstrijd. Toen heb ik ook tegen mijn gezin gezegd van, oké, papa stopt. Ja, jawel, want het was ook moeilijk voor hun. En het is toch een gevaarlijke sport. En je wordt wat ouder. Dus het wordt wel moeilijker. Maar ik bedoel, in de ring was het zo fantastisch. Derde ronde Tess Nukalit gewonnen tegen een Griek van 26, 27 jaar als 46-jarige. Ja, dat was echt top. Weet je wel. En maar op dit moment, ja, ik heb heel veel gevraagd van mijn lichaam. Heel veel gedaan, heel diep gegaan. En dit is ook de reden waarom ik nooit... Want ik ben begonnen met kickboksen. Ik ben begonnen met kickboksen, maar mijn knieën waren toen al niks. En nu helemaal niet meer, want mijn rechterknie is gewoon goed als versleten. En mijn linkerknie loopt er een beetje achteraan. Dus mijn knieën waren nooit goed genoeg voor het kickboksen. En we heel goed gelukkig voor het boksen. Maar ja, ik rende 2 keer op een dag intervaltraining. En dan vooral toen in de periode dat ik 10 en 12 van ons bokste, was het gewoon 2 uur intervaltraining van 60 minuten. En heel vaak, en vooral hier in Nederland, ik het op slechte ondergrond. Ja, en dan krijg je dus nu een prijsje. Ja, dat betaal je nu de prijs voor, ja. Ja, ik ben nu helemaal uit het niets. Dinsdag, ik moet lesgeven en ik neem een stap en ik dacht, het gaat niet goed. Dus ik ben nu vanaf dinsdag ben ik ziek. Ja, ik ben dan niet ziek, maar ik ben wel gewoon thuis met mijn brace om en ik heb helemaal niets gedaan vanaf dinsdag. Dus dat is wel jammer, dat is een stukje ouderdom. Maar ook gewoon van, ik weet wat ik heb gedaan met mijn lichaam. Ik heb allemaal goede dingen gedaan. Maar ook net als vroeger, door de Maastunnel rennen, weet je wel. De roltrap omhoog gaan, terwijl die omlaag gaat. Je weet, schoen. Ja, roekeloos. Precies, dat krijg ik nu allemaal terug. Ja. Ja, het is wat het is. Hey, over teruggesproken. Het zal jou ook niet ontgaan zijn. Mike Tyson, Evander Holyfield. We willen allemaal terug. Wat vind jij daarvan? Sowieso begrijp ik dat. Want het zijn echt ras vechters. Weet je wel, in principe nadat ze zijn begonnen, dat was het. Ze konden niks anders. Ja, natuurlijk kennen ze wel andere dingen doen natuurlijk. Maar dat zit gewoon zodanig, zo diep in hun. Ik vind het logisch.
Jawel, ze voelen zich goed. Tuurlijk zijn we wat ouder geworden, maar ze voelen zich goed, ze trainen goed. En ze hebben ook gewoon gezegd van, we doen dit voor een goed doel. Begin daarmee. En dan kijken hoe of wat. Maar ik had in principe veel eerder verwacht van Mike Tyson. Maar hij staat best wel in een deep dollar. Kijk, Evander Holyfield is gewoon een clean living. Hij doet geen gekke dingen. Ja, hij doet geen gekke dingen zover ik weet dan. Alcohol en dat soort dingen. Dus ik denk dat het voor hem heel makkelijk is om weer te gaan sporten. Mike Tyson, iedereen heeft het gezien. Dus hij ziet er nu goed uit. Maar wat gebeurt er als hij tegenkracht krijgt? Weet je wel, een goede sparring sessie of weet ik veel. Ja, dan ga je merken wat je met je lichaam hebt gedaan. Maar ze zien er alle twee goed uit hoor. Dus vind ik echt een petje af. Looks good, maar looks can be deceiving. Precies. Dus pas als, vooral voor Mike Tyson dan, ik denk van Evander Holyfield, die redt het wel. Omdat hij hij is gewoon een sportman, klaar. Mike Tyson heeft echt geleefd na het boksen, alsof hij gewoon een ondernemer is. Hij onderneemt en hij doet zijn ding, hij pakt zijn joint af en toe. Nou, heel vaak denk ik de afgelopen jaren. En dus dat ga je dan, en dan ga je je lichaam misbruiken. Je moet je lichaam gebruiken, maar hij heeft ook een beetje misbruikt, maar ja, dat gaan we terugzien. Maar ik ben wel opgewonden, ik vind het heel tof. Ja, en excited we are, hè? De top van de heavyweight division wordt gevormd door Tyson Fury, Deontay Wilder, Anthony Joshua, Alexander Usyk en misschien Andy Ruiz. Wat vind jij van de huidige top van de heavyweight division, anno 2020? Ja, ze zijn goed. Ik bedoel, Deontay Wilder, ben je wel zo'n recordlijst, man, niet te geloven. Maar ik moet wel zeggen, Tyson Fury liet echt zien alsof hij gewoon net een amateurtje was, die net prof is geworden, weet je wel. Dus zo speelde het Tyson Fury met hem. Hoe sterk en hoe groot je ook bent, je kan toch een keer last krijgen van zenuwen. Dat hebben we dan gezien bij Anthony. Maar hij pakte zich netjes. Gewoon heel goed gebokst. Ja, en dan wat Andy Ruiz doet. Ja, die heeft het gewoon verspeeld. Dat is echt zonde. Zonde, hè? Ja, zeker. Kijk, en dat was ook een beetje met Buster Douglas. Op niks reageren. En dan heb ik het meer over training. Training is zo belangrijk. Heb je iets gewonnen? Oké, cool. En nou wil je het behouden. Maar ja, dan moet je wel op tijd gaan trainen. Alles aanpakken qua training, qua voeding. Want dan krijg je die timing. En ja, dat zag je bij alle twee. Douglas tegen Evander Holyfield. Nou, er was niks meer van over van wat hij bij Tyson had. En Andy, ja, weet je, 20, 30 kilo zwaarder. Dat was zo duidelijk te zien. En toch 12 rondes. En dan denk je eigenlijk. Ik denk dat hij had gedacht na de wedstrijd: shit, had ik maar getraind. Want die 12 rondes zitten er sowieso in. Maar had ik wat meer kunnen doen. Want hij kwam er niet eens bij, vergeleken bij de eerste wedstrijd. En dat was gewoon. Hij onderschatte. Dat heb je wel eens. Hè? Je hebt van iemand gewonnen en dan. Ah, dat doe ik wel weer. Ja, nee, die tegenstander is nu helemaal gebrand. En dat is een harde leerles. Maar dat had je, kijk, dat soort dingen heb ik al meegemaakt als amateur. Dus ik weet het, als prof zijnde moet je daar gewoon op geconcentreerd zijn van oké, deze man die gaat nog harder komen. Dus ik moet nog harder trainen. En dat is niet gebeurd. Maar de top is echt, ik kan niet wachten tot ze weer de ring in mogen. Ja, je zegt het goed, hè? Anthony Joshua, Tyson Fury, Deontay Wilder. Wie is nou de beste van hun? En denken dat we dat ooit te weten krijgen? Ik hoop natuurlijk dat Anthony tegen Tyson Fury gaat vechten. Want dan die hebben alle titels, daar gaat het om. Je wilt gewoon één wereldkampioen hebben. En dat is het belangrijkste natuurlijk. Maar ik denk dat Deontay Wilder, die moet ook wel een keer tegen Anthony Joshua vechten. Dus misschien de winnaar tegen Deontay Wilder bijvoorbeeld. Iets, maar het moet gebeuren. Jawel, maar ja. Het kan ook zijn dat de rematch Tyson Fury hem verder afmaakt, kan je zeggen. Dat het daarna gewoon helemaal klaar is.
Dat kan ook. Dus maar die Rinas komt. De Bronze Bomber staat bekend om die one punch game changer. Hij wordt vaak bestempeld als iemand die geen natural boxer is. Het een beetje het moet hebben van hard werken, hard trainen. Hoe kijk jij daar tegenaan? Wint talent het van hard werken of andersom? Of heb je het allebei nodig? Nou, sowieso heb je ze allebei nodig, want dat is wel handig natuurlijk. Maar het belangrijkste is ook aanpassen. Je moet je kunnen aanpassen op je tegenstander. En iedereen weet dat Tyson Fury is eigenlijk gewoon een vedergewicht in een zwaargewicht lichaam. En wat hij allemaal kan doen met al dat gewicht, ja, dat is fenomenaal natuurlijk. En dan niet aanpassen op dezelfde manier. Zijn rechtse directe was zichtbaar van 2 kilometer afstand. Ja, weet je wel, en hij heeft al die tijd dezelfde trainers gehad. Nou, dat vind ik niet erg, want het zijn goede trainers. Maar zij moeten hem aanpassen van oké, deze gast kan boksen. Jij moet meer op je benen. Je kan niet alleen maar naar voren stappen of naar achter stappen. Nee, je moet naar de zijkanten, je moet draaien. Je moet hem even uit zijn ritme houden door wat schrikmomenten. Ja, hij heeft het allemaal niet gedaan. Weet je wel. En hij heeft misschien 1 of 2 keer naar zijn lichaam gestoten. En dat was het. En ja, dat is jammer. Dat is echt zonde, want je hebt echt een... Het is niet alleen maar een reputatie, maar hij heeft ook zo'n ontzettende recordlijst. Ja, dan wil je gewoon ook... Ja, dan moet je gewoon voor vechten om die te behouden. Weet je wel? En ja. En dan kom je met smoesjes. Ja, dat doe je niet mee. Nee. Achteraf had hij smoesjes te over. Hè? Ja. Ik vind wel leuke van hun allebei is dat ze vooral Tyson Fury's hebben de factor entertainment weer teruggehaald naar het boksen. Dat was best saai met Klitschko. Jij hebt niet zo lang geleden ook met BN'ers gewerkt. Met bijvoorbeeld Brace en Michael Bogert. Voor het RTL 5 programma Boxing Stars. Hoe was dat om te doen? Ja, was wel leuk. Het moeilijke wel is van je persoonlijkheden en... Michael Bogert is natuurlijk ook gewoon sportman, hart en nieren. En Michael, je moest hem directies geven, maar dat was het. Die man die ging er gewoon voor. En soms moet je hem ook een klein beetje tegenhouden en soms moet je hem een klein beetje duwen. Maar ja, dat is voor mij gewoon een perfecte bokser, weet je wel. Want hij wil. En hij kan eigenlijk niet anders, want dat doet hij al heel zijn leven. Ja, Brace, oh man. Brace is Andy Ruiz, weet je wel. Achteraf zei hij van, als ik had getraind, had ik kunnen winnen. Ik zei, ja, nou dat zeg je al heel die tijd. Als je had getraind, had je kunnen winnen, want hij zei, dat was helemaal niet moeilijk. Ik heb dan drie mensen gehad om te trainen. Hij heeft alles gedaan wat ik zei. Dus ik zei, nu, hij deed alles. Ik zei, hoek, hij gaf een hoek. Alleen omdat hij geen timing had, geen conditie, geen ritme, was hij gewoon, hij miste alles wat hij moest doen, maar hij deed het wel. Dus ik zeg van, jij bent de enige die alles heeft gedaan. Je hebt me gehoord, je hebt gehoord, je hebt geluisterd tijdens de wedstrijd. Dus als jij gewoon had getraind, dan had jij zo'n goede timing gehad, want dat was het. Hij miste gewoon timing, snelheid. En ja, als zijn conditie nog beter was, had hij nog harder kunnen stoten. En, ja, dus want van de 6 weken heb ik hem 3 keer getraind. En daarna is hij nooit komen opdagen. Dus dat was wel jammer. Zonde, want Brace heeft er dus gewoon aanleg voor. Ja, Brace die kan boksen. Ik heb met hem gesport. En ik vind dat hij echt kan boksen. Maar discipline, discipline, dat hoort er ook bij, hè? Ja, absoluut. Ja. Absoluut. En ik had ook... Ik had ook nog een dame erbij, Marcia. Zij is een vlogster. Ja, echt heel... Ja, petje af hoor, want zij komt echt van ver. Van elk stootje, ouw en dit en oeh. En dan de wedstrijd gewoon geen kick gelaar. Ja, ze heeft helaas verloren, maar weet je wel. Geen pijn, geen niks. Gewoon gaan en proberen. Ze heeft alles eruit gehoord. En dat vond ik wel heel tof. Want dan zie je iemand groeien. Van echt, ze moest sparren met meisjes. 2 keer zo klein als haar en dan wilde ze graag en al dit. En dan hoe verder je kwam, hoe minder dat. En dan hoe meer ze zelf ging uitvoeren. Want in het begin dan is het zo, wat gebeurt er? En later is het, wacht even, ik kan dit ook doen. Ik zei, ja, tuurlijk kan je dat doen. Dat is boksen, jij moet doen. Want als jij niks doet, dan doet zij. Dus dat was echt heel tof om te zien, die verandering.
zij had die discipline wel. Ja, ze had zeker discipline, absoluut. Ze had ook een goede personal trainer die haar hielp met de conditie. En ja, absoluut. Daar was ik wel blij mee. Ja. Jij had eigenlijk van huis uit ook altijd die discipline. Kan je iets vertellen over wanneer en hoe je begonnen was met boksen? Het grappige was, mijn beste maat in die tijd, die wilde gaan kickboksen. En ik zei, nou weet je wat, ik ga gewoon lekker met je mee. Ik vond het best wel tijd om een beetje af te vallen. En toen zijn we eerst een keer gaan kijken en toen zei de trainer, als jullie naar morgen komen, dan kunnen jullie meetrainen. Dus toen heb ik gezegd, weet je wat, we spreken voor de deur af en dan gaan we samen naar binnen. Hij is nooit geweest en ik ben naar binnen gegaan. En de rest is gezien. Dus zo is het. Eigenlijk, als hij er niet was geweest, was het misschien nooit gaan boksen. Dus doe maar, dat zeg ik ook altijd tegen hem. Shout out naar hem. Absoluut. Crow. Yes, baby. En het is eigenlijk, ja, als amateur, ik wist wel heel vroeg al van, ik wil prof worden. Dat wist ik al heel vroeg, want ja, je kijkt naar al die video's. En dan denk je van, ja, prof worden is toch wel tof. En dus eigenlijk heb ik me als amateur heb ik me voorbereid op alles wat je als prof kan meemaken. En toen wist ik ook van, ik moet gewoon rennen. En rennen is iets wat ik absoluut niet leuk vond. Dus toen ben ik het juist gaan doen toen ik geen wedstrijd had. Gewoon in mijn eigen tijd ben ik gaan rennen. Op een atletiekbaan, muziek op, cassettebandje in. Huppakee. En dan gewoon lekker gaan rennen. En dan het verandering zien. Van je lichaam wordt strakker, meer conditie. Je kan meer doen tijdens sparren. Wedstrijden win je niet alleen maar omdat je dan hard stoot of veel stoot. Nee, omdat je ook gewoon uit moet boksen. Dat was die drive. Mijn conditie, dat was zo belangrijk. En dan ook de juiste voeding erbij. Want ik heb als amateur heb ik nooit bijvoorbeeld multivitamine genomen. Terwijl ik wel bloedarmoede had. Dus heel veel mensen, ja, je bent gewoon lui man. Ik zeg, nee, ik ben niet lui, ik geef alles, maar ik weet niet waarom het niet lukt. En dan krijg ik gewoon een multivitamine in mijn handen. En opeens kan ik 4, 6, 8, 10 en 12 rondes boksen. Als iemand je dat niet vertelt, dan weet je niet. Weet je wel, ik ben draag van sickle cell. Mijn sickle cell is, ik moet wel goed zeggen, hoor, dat je rode bloedcellen worden afgebroken. Daar zit je zuurstof in. Dat heb ik dus. Maar het is niet actief gelukkig, maar dat gedeelte heb ik wel. Dus ik moet gewoon multivitamine nemen en later ben ik ook ijzer erbij genomen, want ijzer trekt zuurstof aan. Ja, en dan boks je 12 rondes en denk van, oh, was dit het? En dan kan ik nog terugdenken van amateur 3 rondes, helemaal kapot, weet je wel. Dus ik, ja, weet je, als amateur dan... ik heb wedstrijden verloren dat ik dan in de eerste ronde iemand neerhaalde. En dan, ik kon de derde ronde dus uitboksen, zo kapot was ik. En dan weet je gewoon van, oké, ik ga prof worden. Ik mag alleen verliezen omdat mijn tegenstander beter is. En niet omdat ik hem heb weggegeven. Nou ja, dat... Wie was jouw zwaarste tegenstander ooit, nu we het onderwerp behandelen? Mijn zwaarste... toen ik weer kampioen was geworden, ik wil niet zeggen dat hij mijn zwaarste was, maar de wedstrijd totaal wel, omdat ten eerste, ja, die gasten in Amerika die zijn zo slim, dus we hadden een gezamenlijke interview en hij had een jas aan met schoudervullingen. Dus die gast die zag er groot uit. Toen dacht ik, oh shit, die man die is groot man. En waar ik ook heel veel last van had, was hij had iets van 20 knockouts van de 30 wedstrijden die hij had. En ik had 18 wedstrijden. Dus dat was mijn 17e wedstrijd. Dus hij had meer knockouts dan dat ik wedstrijden had. Dus daar zat ook best wel druk in. En dan de wedstrijd zelf. En dan, ik dacht rond de 6 of 7. En hij was echt, hij was niet vies of zo. Hij was niet een dirty vechter. Maar ja, hij ging gewoon soms door. Onder de gordel stoten, dat soort dingetjes. En op een gegeven moment zei de scheidsrechter break. En hij geeft nog een stoot na en ik ga neer.
Dus dat zijn, in totaal is hij heel zwaar geweest. Maar ik dacht van nee, de scheidsrechter had wel later gezegd van als je niet meer op kon staan, had je gewonnen door disqualificatie. Maar ik ben blij dat ik ben opgestaan en in de 10e ronde heeft de scheidsrechter gestaakt omdat hij te veel stoten nam. Dus dat was wel pittig, ja. Dat was jouw pittigste partijtje ooit, ja, zeg maar. Ja. Ja. Hey, waar ik ook heel nieuwsgierig naar ben, een beetje random misschien, maar ik vraag hem gewoon, buiten Mohammed Ali, wie vind jij de beste bokser aller tijden? Nou, ik sowieso Evander Holyfield. Ik ben, toch wel? Ja, absoluut. Maar dat heeft met zijn discipline, man. Die man, hij heeft zo'n discipline. Waar ik dan vooral naar kijk is wanneer je dan zoveel geld verdient en je kan je toch nog focussen. Weet je wel? En dat is belangrijk. En daar kijk ik naar en dan maar ook, hij was 45, nou, als je zijn lichaam zag. Weet je wel, dat is niet. Tuurlijk, hij heeft ook de juiste genen, maar dat is ook trainen. Dat kan niet anders. Weet je wel, en ik keek niet naar zijn boodschap. Dan ga je over naar Mohammed Ali, die heeft echt een boodschap naast de boksen. En ik keek echt puur naar het boksen, maar dan zeg ik altijd al Evander Holyfield. Ja, inderdaad, wat je zegt, Mohammed Ali die had altijd een boodschap met boksen, vooral nu met die Black Lives Matters. Zou dat weer heel actueel geweest zijn, hè? Absoluut, absoluut. Zeker. Ja. Hey, wat ik nog bij jou, van jou wil weten is, je mag nog één film maken. Wat voor film zou je maken? Nou, ik ben nu bezig. Even kijken, hoe moet ik het zeggen? Nou, ik ben bezig met mijn eerste speelfilm aan het schrijven. En het allerbelangrijkste, ik heb een paar jaar geleden meegedaan met een soort van musical. Maar ook mijn eigen stukje was wat ik moest voordragen. En, en de hoofdrolspeler, ja, dat was zo'n toffe gast. Dus toen heb ik tegen hem gezegd van, als het me gaat lukken, ga ik iets voor je schrijven. En dan ga ik zitten en dan lees je hem. En dan zeg je gewoon ja of nee. Ja, ik wil hem spelen. Nee, ik wil hem niet spelen. En ik begon te schrijven, ik denk een jaar geleden. En ik wilde hem al gelijk bellen. Van zo, ik ben begonnen man met je ding. Maar ik dacht bij mezelf, nee joh, dat is bladzijde 1. Ik kan hem echt niet bellen. Want soms dan ben je bezig en dan ben je bij bladzijde 6. En dan is het er niet meer. Ja. Dus 2 weken geleden zat ik op 75 bladzijdes. En toen heb ik hem gebeld. Ik was zo blij van, ja, want nu kan hij niet meer stuk. Ik zit nu op bladzijde 80 en ik dacht, ik ga die man gewoon bellen. En hij heeft er niks aan, want hij kan nog steeds niet lezen, want ik ben nog niet klaar. Maar ik was gewoon zo blij en het lukte me niet om te bereiken. Hij belde mij, ik was bezig, ik belde hem. En toen had ik hem. En toen kwam ik eigenlijk niet door mijn woorden, omdat ik eigenlijk gewoon, ja, ik was gewoon blij om te spreken, weet je wel. En ik wilde alleen, het enige wat ik wilde doen, is mijn enthousiasme overgeven aan hem. Van, ik ga nog niet vertellen waar de film over ging, heb ik tegen hem gezegd. Maar ik zit nu op 75 bladzijden, dus dit kan niet meer stuk. Tenzij jij zegt, je wil het niet meer spelen, ja, dan is het stuk. Maar, maar in principe, ja, ik blijf dromen, weet je wel. En dat vind ik leuk, het schrijven vind ik leuk. En ik kijk naar de toekomst, ook voor mijn kinderen natuurlijk, dat ze zien van, hey, kijk nou joh, papa doet dit. En hij heeft dit gedaan en nou doet hij dit. En hoop ik dat het een beetje, niet dat ze hoeft te doen wat ik doe. Maar dat ze wel een beetje gedreven blijven om iets te doen met hun leven. Ja, papa is een duizendpoot. Naast filmmaker dus ook gewoon een bokser. Hey, de toekomst van het Nederlands boksen. Ja. Wie moeten we in de gaten houden, Diego? Het moeilijke is, ik ken al die jongens. Ik ben heel moeilijk in namen. Maar ik moet zeggen, iedereen die op dit moment in het nationale team zit. En in het Olympisch team, ja, dat moet je gewoon volgen. Maar ja, het probleem nu is, ik heb die gasten al, ja, iedereen natuurlijk, vier maanden niet meer gezien. Iets nieuws van ze gezien, vanwege corona natuurlijk. Dus, maar het jammer is, ik weet niet wie er prof wilt worden. En niet dat ik ze dan gelijk wil gaan trainen of zo, maar dat is dat ding, hè. Ik ben profbokser. Weet je wel, ik heb mijn amateurcarrière, heb ik fantastisch, echt leuke dingen gedaan. Maar ik wil alleen weten, wil je prof worden of blijf je amateur? Weet je wel, wil je prof worden? Hey, dan ga ik je helpen, zover ik kan en zover je het wil. Maar blijf je amateur, nou doe je ding, geniet ervan.
Maar ik moet wel zeggen, ik heb de boksgordel gezien van een Nederlands kampioenschap. Als ze die in mijn tijd hadden gezoken hadden, dan was ik misschien langer amateur gebleven of misschien gewoon totaal amateur. Want die, heb je de gordels gezien nu? Moet je even opzoeken, man. Zo, de Nederlandse boksgordels. Ah, die zijn echt tof. Die zijn echt gewoon... Hey, en het mooie ervan is, ja, als je zo'n gordel hebt, dan wil je meerdere. Nee, wel, ja. Maar ik had vroeger een plakkaat en dan een touwtje eromheen. Klaar. Dus ik denk van, oké, dit is top. Maar nou wil ik meer. Maar als je de gordels van nu ziet, zo, die zijn zo mooi. Die wil je hebben. Nou ja, het doet er niet meer toe. Maar als dat in mijn tijd zo was geweest, dan had ik er wel anders over nagedacht om prof te worden. Dat moet ik echt eerlijk zeggen. Want er zijn gasten die zijn 5-6-voudige Nederlands kampioen. Die hebben gewoon 6 van die gordels. Weet je hoe tof dat is? Weet je wel? Echt, kijk, mijn gordeltje als amateur, die zit gewoon plat ergens onder in een koffertje. Weet je wel? Maar die van hun, dat zet je gewoon op slot. En je zet hem mooi in iets moois, want weet je wel, die heeft ruimte nodig. Ja, dat is heel tof. Maar ik ben blij voor ze. Dus, ja. Als we over 10 jaar terugkijken op deze video, Diego, ja. Waar staat de heer Poeder dan? Ja, dan moet ik zeker wel de film gemaakt hebben waar we het nu net over hebben gehad. Die moet zeker gemaakt zijn. Of het een topper zal worden, ja, dat weet ik dus niet. Ik geloof wel in mijn eigen werk. En daarom durf ik het ook aan mensen te lezen. Of te laten lezen, en dat is belangrijk, want ik wil altijd feedback. Over 10 jaar dat mijn kids nog gewoon lekker bij ons wonen. Vind ik helemaal niet erg. Mijn oudste is 15, mijn jongste is 9. Dus die mogen alle twee nog lekker even wat hier blijven. Mits ze meer gaan luisteren, natuurlijk. Maar verder, ja. Ik ben helemaal blij. Ik zit in de sport. Dus, oh ja, ik heb nog wel een nieuwtje voor je. Kijk. Dat ga je misschien wel leuk vinden. Ik heb wat voorbeelden in mijn leven. En dan heb ik het over vooral eentje dan. Nou, eigenlijk meerdere, maar hij is speciaal. Rexford Cotron is een profbokser geweest. En ja, wat ik vroeger deed om dan beter te worden, ging ik... Voordat ik naar school ging ik rennen. Ik dacht van, weet je wat, ik ga het gewoon doen. Ik heb mijn wekker gezet, een klein beetje gegeten. En dat was voor het eerst, hè, dat ik echt stapvoets om het blokje om. Maar, ja. En ik denk dat ik 16 of 17 was. Ik denk 16. En ik lekker rustig chokken. En dan gaat er echt iemand als een speer me voorbij. Ik zei, wat, wie is dat? En ik kon niks zeggen, want hij was al weg. Ik kom hem later tegen en... Maar ik heb altijd getraind bij Sign & Dragon in Rotterdam. En hij trainde ook daar. Hij trainde op verschillende sportscholen. En ik zei, hey, was jij dat? Hij zei, ja man, wat ben je langzaam? Ik zei, ja, fucker. En we zijn altijd vriendelijk gebleven. Al die jaren echt leuk. En we hebben ook altijd wel... we hebben echt oorlog gehad met sparren, jongen. Oh, zo lekker was dat. Maar dat waren echt goede tijden. We hebben ook samen bij Hoboken gezeten. En daar was hij dan profbokser. En later toen hij stopte, is hij scheidsrechter geworden. Bij de Boksbond. Dus, en ja, toen ik stopte... Dat zijn de beste gelijk. Ja. Dus toen ik stopte, heb ik wel aangegeven bij de Boksbond van... Hey, ik wil wel scheidsrechter worden. En puur door hem. Maar daar is nooit van gekomen en nu helemaal niet, want we staan niet zo goed op één lijn. Dus, maar wat heb ik gedaan? Ik denk nu 1,5 maand geleden heb ik me aangemeld bij een kickboxbond. En om daar scheidsrechter te worden. Heel dus we beginnen, als het goed is ergens in september, gaan we beginnen wanneer alles echt 100%. 98% weer normaal is en dat iedereen weer dringen mag, dan word ik meegenomen. Dan ga ik scheidsrechten in kickboksen. Dus ja. Wie weet zien we Diego Poeder ooit bij een finale van Glory? Ik heb toevallig nog op internet gekeken, dacht van dat zou echt vet zijn. Dat zou echt heel tof zijn als dat zou gebeuren. Dus maar laat me eerst mijn eerste wedstrijdje doen.
En dat heeft hij al gelijk gezegd. Dat wordt een juniorenwedstrijdje. En dan moet je gewoon kijken. En het mooie is van deze man, hij wil niet achter de bureautje zitten. En weet je wel, hij wil even, we gaan het aanpakken. We gaan fysiek in de ring in. En je krijgt wat opdrachten. En daar gaan we vanuit. En als we dan toch nog een keer moeten gaan zitten, dan gaan we dat gewoon doen natuurlijk. Maar ik wil gewoon dat je dat gewoon in de ring leert. En ik zeg, ja, kom maar op, dat wil ik. Ja, dus ja, we gaan zien. Heel tof, man. Ik ben heel de eerste. Weet. Dankjewel. waar kunnen mensen jou volgen? Social media kanalen? Gewoon Don Diego, Instagram. Mijn website dondiegopoeder.com. Ik ben te vinden, makkelijk. Jacob, we moeten helaas afronden. Okay. Ik vond het super nice dat ik je mijn podcast heb mogen ontvangen. Ik hoop dat dat we je vaker mogen verwelkomen. Absoluut. Ik moet zeggen, je bent ook mijn eerste die me heeft gevraagd in de podcast. Dus ik vind het heel tof. Thanks. Ja, ik zal je vaker tackelen. Leuk, okay. Over boksen praten. Yes, nice. Ik wil onze kijkers bedanken voor het kijken. Laat in de comment sessie achter. Laat een reactie achter. Wie vinden jullie de beste heavyweight bokser van dit moment? Welke film moet volgens jullie Don Diego Poeder gaan maken? Wij horen van jullie. Diego, ik wil jou bedanken voor je tijd en effort, zoals altijd. Dankjewel. Ik sta voor je klaar, dus je kan me gewoon bellen en dan doen we dit weer. Thanks, man. Beste strijders en vechtersbazinnen, dit was weer een nieuwe episode van Champs Talk. Spread the word. Tot de volgende keer. Ik zou zeggen, I am out of here. Champs Talk. Als je knokken niet meer krijgt uit je kop. Champs Talk. Ouwe hoeren zonder rem op de klok. Champs Talk. Voor mijn strijders en mijn vechtersbazinnen. Ga lekker zitten en laten we beginnen met de Champs Talk.